gisteren Heel Lang Leven de Liefde. Daten met Brent is echt puur genieten voor Chantal. Bellen hoor. Is de afgetreden personal trainer dan eindelijk haar droomman? Denk jij dat op een gegeven moment jij met mij samen het huis uit zou kunnen gaan? Ik zie er wel genoeg in. Horecaman Peter raakt maar niet uitgepraat over zijn werk. In de horeca is gewoon dat als je een relatie begint met iemand, dat vaak voor degene die niet in de horeca werkt, vaak aanpassen ze mij als andersom. En heb jij trouwens door dat je het heel veel over je werk hebt? Ja, terwijl Marieke juist smacht naar oprechte interesse. Heb je een beetje het idee dat je na gisteren een beetje een beeld van mij hebt gekregen? Ja, 100%. Vraag me af of jij dat van mij hebt. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Marieke wil zo graag de liefde vinden dat ze Peter niet zomaar op kan geven. Tuurlijk, hij toont weinig interesse in haar. Maar misschien is daar met de hulp van haar vriendin Lisette nog iets aan te doen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben alleen. Ja, hij heeft een momentje voor zichzelf. Ik merk wel dat ik het lastig vind als ik er zo aan moet trekken om oprecht interesse bij hem los te krijgen. Ja, ja. Dat vind ik moeilijk. En als je gewoon dingen uit jezelf vertelt? Nou ja, dat heb ik gisteren inderdaad heb ik dat een paar keer gedaan. En dan lijkt het wel of die heb ik een paar keer had ik het idee van nou, volgens mij zit je nou niet meer te luisteren. Ja. Ja, en andere momenten dan zegt hij van oh ja, dat herken ik wel. En dan komt hij weer met een verhaal over zichzelf. Oh ja. Ja. Dus ik ben ik nog niet helemaal overtuigd. Nee. Nee, ik ben niet overtuigd inderdaad. Nee. Ik ga even kijken hoe hij nu met het gesprekje van vanmorgen omgaat. Ja, en weet je hoe hij erin staat? Ik verwacht dat hij er heel positief in staat. En dat hij vond gisteravond hartstikke gezellig. En, wie weet wordt het ontspannen als je samen wat artiesten aan het doen bent. Ja, inderdaad. We hebben dan even weer een ander gesprek. En dat gaan we wel meemaken zo meteen. Ja. Ik ben benieuwd. Ik hoor het later. Ja. Is goed. Oké, doei. Doeg. Gelukkig staat het huis vol met leuke spelletjes voor precies dit soort momenten, Marieke. Zoals bijvoorbeeld een potje Mega Mikado. Leuk om te doen, zeker in combinatie met de vragenpot. En als Peter dan nog te veel kletst, kun je hem eventueel de mond snoeren met zo'n gekleurde satéprikker. Welke vooroordelen hebben mensen vaak over jou? Een van de verenigingen waar ik lid van ben is Mensa. Mm-hmm. Dat is de vereniging van hoogbegaafden. Dus ik ben zelf ook hoogbegaafd. Het vooroordeel dat heel veel mensen daarbij hebben is dat ik raketgeleerde ben. Zwaar autistisch ben. Dat ik geen sociale vaardigheden heb. Mm-hmm. En dat klopt allemaal niet. Dus eigenlijk vertel ik nooit dat ik hoogbegaafd ben. Ik ben gewoon Marieke. Ja, op een gegeven moment dan komen mensen er vanzelf wel achter. Of als ik dan over mijn sociale leven vertel. En ze vragen wat door over wat voor vereniging is wat dat. Wat ik niet deed. Vandaar de subtiele in. Ja, ja dan komen ze daar vanzelf achter. En dan, maar dat je wel hoogbegaafd was, had ik al gemerkt. Ja? Ja, ja oké. Okay. Al mijn vrienden zijn dat dus ook en hebben daar en wel. Daar kun je samen goed mee over hebben. En, ja, precies. En het is ook heerlijk dat we gewoon lekker hoogbegaafd kunnen zijn met elkaar. Ja, een beetje een soort zelfde lotgenoten eigenlijk een beetje. Ja, maar lotgenoten klinkt er weer bijna als een patiëntenclub. Oké, okay, duidelijk. Ja, oké. Okay. Ha, dat is een leuke. Liever een intelligente of een grappige partner? Poeh. Ik denk dat ik... Oh jee. Nee, ik ben zelf wel... Ik hou echt wel veel van humor, zeg maar. Maar ja, een intelligente vrouw is ook fijn. Maar ik denk dat ik wel meer voor de grappige zou gaan. Ja. Wat zou ik aan hebben als je... Wat zou het voordeel voor zijn voor iemand als je alleen maar een intelligente vrouw hebt die niet grappig is? Ja, ik denk dat vaak ook intelligente mensen ook heel erg grappig zijn. Dus als je daar een keuze moet maken, ja, dan denk ik dat ik meer plezier aan heb aan lol als aan een intelligente vrouw, denk ik. Ja, oké. Helder. En misschien ook iets te eerlijk, want dit was natuurlijk een inkoppertje. Als je had willen scoren, Peter... Goed, Brent is zo te zien geen impacttalentje. Maar wat geeft het als je maar romantisch Brent... bent. Wat? Oh god. Moet ik dit doen? Ja, dat ben ik. Ja, mag ik? Ja. En waar ik net echt verdomde van moeite mee heb gehad. Echt? Heb je het zelf ingepakt? Dat zie je dat niet.
Het is een sportset. Echt? Ja. Zo leuk. Geinige. Geen rode rozen, chocoladehart of parfum. Maar sportkleding, dat is nou liefde op zijn personal trainers. En een hoodie die eigenlijk voor mij is, maar die jij aan kan nemen. Maar eigenlijk moet jij hem even aan, want dan heb ik je geur. Oh, dit vind ik echt heel leuk bedacht. Jij bent ook met al die leuke ideeën. Ik ben echt heel lief. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankzij de microdoosstokjes hebben Marieke en Peter voor het eerst in 24 uur een goed gesprek gehad. Maar of dat de date er nu leuker op heeft gemaakt, ik betwijfel het. Nou, daar zitten we dan, na de 24 uur. Ja, inderdaad. Nou, ik vond het ook wel heel fijn dat ik dat je gewoon open stond voor feedback. Maar ja, daar kom ik eigenlijk ook wel meteen bij de conclusie. Mm-hmm. Ik heb besloten om niet te gaan verlengen. En dat heeft ermee te maken dat je heel veel over je werk praat. En dat is natuurlijk heel logisch, want het is je passie en het is gewoon een groot deel van je leven. Maar het is wel veel. Van ja, weet je, vraag door. Want er zit meer achter mij dan nou ja, dat ik een leuke meid ben. Er zit meer achter. En dat is een stukje diepgang wat ik wel gemist heb. En ik snap dat je dan aangeeft van ja, maar dat, ik kan dat goed inschatten. Ja, maar dan denk ik van ja, dat heb je toch verkeerd ingeschat. En dat vind ik dan jammer, want ja, die diepgang die zoek ik dan. En die heb ik nu wel een beetje gemist. Ja, nou, voor mij geldt hetzelfde. Ik zou ook niet willen verlengen. Oké. Ik merkte toch wel dat ik toch wel andere aspecten bij het meisje verwacht die ik eigenlijk naast mij zou willen hebben, of waar ik dan samen mee zou willen zijn. Ik ben minder van de diepgang en ik ben juist meer van het wel losser en het flotteren. Alleen, ja, bij mij was het wel zo dat de aantrekkingskracht er gewoon vanaf dag van moment één niet was geweest. Nee. Ook niet een bepaalde vonkje of sprongje. Ik denk toch inderdaad wel inderdaad dat meer. Misschien een meisje ook meer met een beetje wat tenner, wat kleiner. Maar je bent best wel een grote vrouw, zeg maar. Maar ik moet zeggen, ik heb sowieso een hele fijne tijd gehad. We hebben leuk kunnen tafelen. Dan denk ik dat we zo onze... Ja, als spullen gaan pakken. Prima, is goed. Yes, dan doen we nu nog even knuffel. Een paar laatste spulletjes en dan... Was het wel gezellig. Hey, heel veel succes met de toekomst. Ja, je ook. Je verdient in ieder geval een respectvol leuke man. En ik denk wel dat je die gaat vinden. Ja. Dus daar gaat het goed komen. Yes. Dan ga ik even mijn spulletje pakken. Ja. Wens ik jou heel veel plezier nog. Ja, dankjewel. Jij ook. Goeie reis naar huis. Komt goed. Doei. Peter heeft al behoorlijk wat over zichzelf verteld. Maar als jij graag meer over hem wilt weten, geef je dan nu op voor een date. Zie jij in Marieke die intelligente, leuke vrouw waar jij graag urenlang mee kletst? Meld je dan nu aan. Zij zou het heerlijk vinden om je te ontmoeten. Lief. Omdat je wel lief bent. Oké, zou ik maar veel lief zijn. Kijk, dat is altijd... Hartje, maar misschien ben je wel mijn match. Het is een 1. Een 1? One of a kind. Ah. Twee vinkjes. Van goed gekeurd. Ja. Een vinkje voor de liefde, daar zou Luc direct voor tekenen. Deze 28-jarige vrijgezel uit Zandvoort is nu al 5 jaar single. Waarom? Daar zou je een psychologische studie op los kunnen laten. Maar die studie is juist het antwoord op die vraag. Ik denk dat het nog niet is gelukt omdat ik best wel een tijdje vooral de aandacht op de studie legde en op uitzoeken wat ik wil in mijn leven, welke kant ik op wil. En dan krijg ik gewoon veel te druk. En ik heb zelf ook iets van, het komt vanzelf wel een keer. Maar ja, 4-5 jaar, dat duurt wel lang. Wat ik te bieden heb in een relatie. En heel veel liefde. Ik zit echt vol. Ik stroom over. Dat wel. Ik ben in mijn leven al achtergekomen dat ik op iedereen wel leuk zou kunnen vinden uiteindelijk. Maar ik heb altijd een zwak voor naturel. Dus niet te veel make-up en op smoek. En een beetje puur natuur. Gewoon. Ik weet vooral wat ik niet wil, denk ik. Mensen die saai zijn. Met saai bedoel ik dan iemand die eigenlijk niks wil en niks doet. En op zaterdag naar de action gaan, dat dan opeens het uitje van de week is. Ambitie vind ik wel sexy. Is er iets wat ik mis aan een relatie? Iemand die tegen je aan kan lepelen in bed. Ja, gewoon iemand. Zeg maar, ik heb nu een kat en die is wel heel leuk en die houdt ook van aandacht. Maar ik mis toch net een beetje extra diepte. Eigenlijk mis je dus een poes. Of mag ik dat zo niet zeggen? Kan Maroeska vast wel om lachen hoor. Want dat gevoel is herkenbaar. Zij is zelf ook al 4 jaar alleen. En dat is heus niet omdat ze extreem kieskeurig is of zo. Zeker niet. Waarom ik dus nu eigenlijk nog niemand heb ontmoet, is denk ik wel omdat ik gewoon te snel denk
oh, die is te klein. Of die is te dit. Of hè, echt wel dat kritische. Dat ik heel snel al voor mezelf heb bedacht, dit wordt hem niet. Ja, dan wordt het hem ook niet. Dus dan geef ik mensen ook geen kans. Waar ik toch meestal wel op val, is iemand die langer is dan ik. Iemand die ook wel een beetje body heeft. Weet wat hij wil in het leven. Eigenlijk alles al voor elkaar heeft en dat een relatie voor hem ook een aanvulling is. Mijn leven nu is gewoon hartstikke prima, maar daar mist alleen nog een man. Hey. Hallo. Aangenaam. Hi. Ja, ben Luc. Ook, hè? Ja. Maruska. Maruska? Ja. Hi, Luc. Hi. Hi. Dat ga ik onthouden. Ja, Maruska. Dat is een mooie naam. Dankjewel. Nou, ongemakkelijkste is voorbij. Ja? Niet? Nou, ik was wel een beetje zenuwachtig uiteindelijk. Ja. Ja. Nou, ik dacht het is misschien wel leuk om te kijken of we het lot in de handen in hogere hand kunnen leggen. Oké, okay, en dat houdt in? We hebben kippen. Dus ik dacht, laten we die kippen voorspellen hoe ons lot gaat zijn. Straks. Oh, dat vind ik wel leuk. Dus kun je hem nog inpakken? Ja. Ja. Oké, okay, wat is de bedoeling? Nou, hier zit een kippenren in. Zeg, jij hebt het begin? Dat denk ik. Zet maar neer ergens, het komt vast goed. In het hoekje of zo daar. Ja, top. We mag allebei ons eigen kip uitzoeken straks. Op de racekip, ja? Ja. En wat nou als ze allebei wat anders zeggen? Dan is het kansloos, toch? Heb je er één? Ja. Zo, de goeie? Ja, ook nog. Aan buiten proosten. Bij de kippen, hè? Hey. Is hij uit de bak aan het eten? Sowieso. Kijk, nu wel. Ja. Ja, dat is die van jou, hè? Nou, die ja. Van mij nog. Ja. Die van mij die durft geen oordeel te vellen, denk ik. Precies. Nou, mijn kip vind je dus blijkbaar wel aardig. Ja. En die van mij zit nu ook te eten, trouwens. Echt? Ah. Allebei uit wel verleggen. Nou, dat is meant to be. Ja. Op de cheers, kippen. Hè? Ja, op de kippen. Luc scoort meteen punten met een van de meest originele kennismakingsspelletjes in de lange geschiedenis van langlevende liefde. Het grote laat de kippen beslissen verlengspel. Maar wil Maruska zich wel houden aan de uitslag? Ik ben wel benieuwd wat jouw eerste indruk van mij is. Ik hoopte op een blij iemand. Ja, dat is voor mij wel een blij persoon. Ja. Heb je al vaker gedate? Zeg maar, wat is jouw verleden? Mijn verleden? Ik ben nu 5 jaar of zo een beetje vrijgezel. Ik doe Tinder en zo wel eens, maar dat vind ik allemaal maar niks. Ja, een beetje wanhopig soms zijn mensen op Tinder. Op, ja, oké, okay, ja. Die in het derde zin al over kinderen begint te praten en zo. Nou, dan ga ik ook al... krijg ik benauwd van. Ik wou zeggen, nou ben ik natuurlijk benieuwd. Wat is dan je... Waarom? Want je wil geen kinderen. Ik wil niet meteen mijn leven gaan plannen met iemand. Ik vind het veel leuker om te zien waar het schip een beetje strandt, weet je wel. Helemaal aan het begin. Ja, ik wil gewoon zelf heel graag kinderen. Ja. Ik vind baby's geweldig. Dus ik weet gewoon, ik wil zelf kinderen. Ik wil niet zeggen, maakt niet uit met wie, maar dat is wel heel erg. Nee, weet je, tuurlijk met iemand met wie je iets kan opbouwen en zo. Dus voor mij is nu, ik ben 28, nu ben ik wel op een punt in mijn leven dat ik denk, als ik nu iets met iemand opbouw, dan is het wel echt met zicht op, inderdaad, huisje, boompje, beestje, kinderen. Weet ik wat, stabiliteit. Ja, snap ik. Nou, lekker dan, Luc. Jij vond kippen al een commitment. Gaat het opeens al over kinderen? Dan is de date van Brent en Chantal toch echt veel meer een eitje. De sportlegging moet worden ingewijd. En voor coach Brent een heel schema bedenkt, gooit Chantal snel het twistermatje uit. Linkervoet op blauw. Ja, die wou ik. Ja. Oké. Okay. Linkerhand op rood. Ja. Oh man. Oké, okay, nou moet je twerken. Dat hoort er ook bij. Je doet het ook gewoon echt. Linkervoet rood. En nu? Ja, maar echt. Nou hoef ik niet per se 5 kinderen. Nee. Maar wel minstens 3. Oké, ja. Of zo. Ja, weet ik. Weet je, ik heb zoiets van eerst moet ik maar zwanger zien te kunnen worden. Ja. Dat is op zich ook handig. Anders dan zit ik ook echt wel te denken inderdaad om... als ik zelf geen kinderen zou kunnen krijgen, om dan ook te gaan adopteren. Want ik wil wel heel graag voor iemand zorgen, zeg maar. Ja, ja. Dus ik ben denk ik ook wel echt een... echte mama. Als het kan.
Ik vind het sowieso iets heel moois. Als ik een zwangere vrouw zie lopen met zo'n buik, denk ik, ja, je hebt echt gewoon een mooie buik, weet je wel. Van dat wil ik zelf ook. Dus ja, ik wil gewoon heel graag kinderen. Ja. Dat is wel echt een doel in mijn leven, zeg maar. Ja. Maar mijn leven is in principe nu gewoon helemaal prima. Ja. Ik mis alleen iemand om dat mee te delen. En ik wil uiteindelijk zeker wel kinderen. Maar ja, ik ben aan de ene kant al 28, maar aan de andere kant ben ik ook pas 28. Ja, ja, ja. Je hebt nog een heel leven voor je. En kan je nog op je 50ste ook nog een kind krijgen. Ik weet niet of het jou is opgevallen, Luc, maar volgens mij heeft Marushka een kleine kinderwens. Een onderwerp dat bij de buren nog niet op tafel is gekomen, maar het maakproces hangt wel steeds meer in de lucht. Door het gekakel over kinderen lijkt Luc een stuk minder vrolijk over de uitkomst van zijn kippenspel. Maar hij kan moeilijk de kip de schuld geven als het misloopt. Dus Marushka moet echt even met een leuker onderwerp komen. Nou, ik was al benieuwd of jij sportief bent of dat je nu iets doet aan sport. Of nou, dat je, wat je verleden is in sport. Ik ben nu heel erg aan het weer willen, want ik moet echt wel weer gaan bewegen. Maar... Nou, voetbal, dat was toen ik 4 was, dat vond ik verschrikkelijk. We stonden alleen maar aan de zijkant met elkaar te praten. Ik denk dat ik maar 1 keer in mijn leven, of 1 keer daar dat hele seizoen die bal heb aangeraakt. Dat was toen ik op de foto moest. Toen heb ik heel vaak geprobeerd om weer hardlopen. Maar dan is mijn conditie niks, zeg maar. Als ik daar ben, dan ben ik kapot. En dan werkt dat weer heel demotiverend. En dan denk ik van, dingen die je echt wil? Ja. Ik vind het lastig om mezelf daarvoor te motiveren. Omdat ik denk dat er zijn heel veel dingen die ik leuker vind misschien. En dan doe ik dat liever dan gaan we op sport. Ik heb wel schoenen gekocht. En ik heb me aangemeld. Ik ga beginnen met theatersport. Oké. Okay. En dat mag sport genoemd worden? Dat noemen ze theatersport, ja. Dus ik hoef je niet mee te nemen naar de sportschool. Ja. Nou, Sean. Op ons laatste avondje. En laten we het leuk gaan afsluiten. En kijken wat het nog verder gaat worden. Ja? Ja. Echt lief. Ja. Pas op. Kijk, ik heb je sowieso best op bepaalde vlakken echt wel gevonden. En dat hoop ik natuurlijk dat het dan tot andere dingen ook gaat leiden, uiteraard. Ja. Je hebt wel een 2 bed, toch? Groot bokspring. Oké, ik ook. Heerlijk. Hoe zal ik dit het handigste doen? Als je iets wil weten over hoe je iets handig doet, hoe? Moet je bij jou zijn? Nee. Hou ik nou weer die deksel gelaten? Wat? Nou, dat ik nog weer mijn deksel kwijt ben. Weet je wel waar je hoofd is? Mooi. Oh, kom maar. Ik ben er echt niet bij met mijn hoofd nu. Ik ben helemaal van apropos door jou. Hoezo? Blijkbaar doe je iets. Ik doe ook gewoon niks. Nou, eet smakelijk. Ik ben al begonnen. Ja. Nou, heerlijk hoor. Thanks for cheffen. Had ik niet beter kunnen doen. Nee? Nee. Buurman Brent heeft zijn date al zo vaak weten te verrassen. Nu is Chantal een keer aan de beurt voor een groots en romantisch gebaar. Kom maar. Zo. Ik heb allemaal lieve dingetjes voor je opgeschreven. Dus je moet ze af en een beetje gaan lezen. Ik was ook echt zenuwachtig hoe je ging reageren. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja? Ja. En vind je het lief? Ja, zeker. Ik vind dit denk ik nog wel het meest attent. Ik vind het echt heel leuk. Ja? Ik heb ook echt nog nooit zoiets gedaan. Je bent een schat. Oh. Ik heb ook nog wel een klein geitje denk ik voor jou. Was dit het wachten waard? Huh? Dit was meer dan het wachten waard. Ja, 100%. Mag je even ook in die ruimte blijven wachten? Ja.
ben normaal heel goed met woorden. Maar om het, ja, ja, je moet het maar lezen. Om het hierop neer te zetten, vond ik toch wat moeilijker. Maar het is wel in ieder geval, ja, echt van wat ik meen. Dus kijk maar even naar. Oh god. Lieve Chant, dagen om niet te vergeten van jou wil ik steeds meer weten. Ik heb al erg van deze dagen genoten en wil graag hier buiten verder met jou kijken wat het leven ons verder biedt. Op naar de laatste dag hier en verder. Ja. Ik vind het echt zo lief van je. Ja, ik vond het ook. Ik ga niet huilen. Oh, goed. Ik vind het echt heel lief. Ik vond het echt heel leuk zo met je samen ook. Ja, ik ook. Maandag volgt Luc niet alleen zijn kip, maar ook zijn hart. Wat mijn mening is, dat ik jou echt een heel tof lijf vind. Ik vind je echt heel leuk. Ik dacht, we kijken wat er gebeurt als we iets van intimiteit opzoeken. Als er mij lag, why not? Ja, ik denk dat ik jou niet op die manier aantrekkelijk vind. Tot maandag.